Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. En vandaag gaan we weer een FIFA video knallen. Ik weet het, ik heb in een van de vorige video's gezegd dat ik minder FIFA video's ging knallen. Waarom? Omdat ik zelf een beetje wou FIFA video's op overschot houden. En ja, het is gewoon niet meer te doen. Ik ga nu ook op skireis. Dus ja, maar dus het gaat er ook minder van afhangen dat ik FIFA video's kan maken. Mijn greenscreen achter mij is ook weg eventjes. Ik heb er ook weggeborgen. Ik wil nu geen overbodige edits doen. Geen zware edits. Ook voor de skireis, want ik wil gewoon kunnen editen. En ja. We gaan dus eventjes kijken naar mijn team. Waarom heb ik dit team staan? Kijk maar eens mee naar waar ik onlangs gepakt heb in een vorige video. Die ik eigenlijk niet op online gezet. Dus ja. We pakken hier dus, in deze stukje, pakken we dus, wel een leuke speler. Het is Team of the Year Donnarumma dat wij eigenlijk gepakt hebben. Dus ja, daarom heb ik nu dus dit team staan. Ik heb hier dus op goal De Gea, waar ik eigenlijk maar 10k aan betaald heb. De Play of the Month Premier League, dus ja. Op rechts centerback, die had ik al voordat ik Donnarumma Team of the Year heb gepakt. Die heb ik dus voor 75k kunnen kopen. En die heeft al 45 wedstrijden voor mij gespeeld, dus 45 wedstrijden heb ik al met deze speler gespeeld. En hij heeft 4 goals gemaakt en 7 assists. Hij komt eigenlijk bijna nooit verder dan de middenlijn dus. Op links centerback staat nog altijd Ruben Dias. 247 goals. 247 games bedoel ik. 8 goals en 35 assists en 1 gele kaart. Op linksback staat Robertson. 64 gespeelde wedstrijden. 11 goals. 11 assists bedoel ik. Dan Trent. 56 gespeelde wedstrijden, 0 goals, 26 assists. Dan, op middenveld, is waar de dingen begint. Ik heb dus Mid Okocha, 27 wedstrijden, 11 goals, 16 assists. Ik heb die dus kunnen kopen met de dingen van, nadat ik Donnarumma heb verkocht. Dan, Frank Lampard, 27 wedstrijden, 11 goals, 80 assists. En ja, die kaart speelt echt bijzonder goed. Dan op linkscentrum met nog altijd onze untradable Kevin De Bruyne. 322 wedstrijden, 115 goals en 446 assists. Dan op linksmidden Heung Min Son. 398 wedstrijden, dus hij gaat naar de 400 gaan als ik deze weekend verder gespeeld heb. 555 goals en 582 assists. Dan, op centraal aanvallend middenveld, heb ik Prime Inzaghi, 27 wedstrijden, 233 goals voor mijn club en 2 assists. En in de spits sta ik dus met Kane te spelen, 62 wedstrijden, 85 goals, 70 assists. En nu kan ik eventjes mijn custom tactics bij jullie bespreken. Mijn defensive style is balanced. Mijn breedte is 40 en mijn diepte is 50. Build the play is gebalanceerd. Kansen creëren is gewoon voorwaarts lopen. Breedte is terug 60. Players in de box staat op 5. Corners en free kicks staat op 2. En mijn formatie is 4-4-1-1. En ik speel met Inzaghi in de spits. Kane gaat 2 linies achteruit, komt op de centrale middenveld. En Lampard gaat 1 linie vooruit naar de centrale van het middenveld. Mijn instructies dat zijn De Gea, Komsel, Koster en sweeperkeeper. Ruben Dias staat alles op normaal. En alles staat ook op normaal bij Bobby Moore. Trent staat op stay back while attacking. Normal interceptions, overlap en stick to position. Bij Robertson is hetzelfde als bij Trent. Stay back while attacking. Normal interceptions, overlap en stick to position. Heung-min Son is basic defense support. Cut inside.
Get in behind, get in the box for crosses en normal interceptions. De Browns staat op stay forward, get into the box for crosses, normal interceptions, take the position en cover center. En Frank Lampard staat op stay back while attacking, stay on edge for of box for crosses, normal interceptions, stick to position en cover center. JJ Okocha staat op basic defense support, cut inside, get in behind, get into the box for crosses en normal interceptions. Inzaghi staat op stay forward, get into the box for crosses, stick to position en normal interceptions. En Kane staat op balanced width, get in behind, normal interceptions en stay forward. En de rollen zijn Inzaghi de captain, George Rikic Trent, long free kick Frank Lampard, penalties Lampard, left corner Trent, right corner Trent. En dat zijn zo een beetje mijn, mijn custom tactics en mijn team. Ik had nog niet in het begin van FIFA verwacht dat ik Prime Inzaghi, mid Lampard, mid Okocha en mid Bobby Moore had kunnen kopen. Mijn bank die zit ook nog wel eens leuk. Mendy, 10 voor 100 all mentions. Courtois, Müller, Casemiro. Carlson, player van de mond, Eredivisie. Kokshu, player van de mond, Eredivisie. En dan hebben we Patrick Schick, player van de mond, Bundesliga. Ik wil graag nog een player van de mond van de League 1 gaan halen. En dan Lukaku, Vardy, Hazard, Bernardo Silva en Phil Jones zitten dus op mijn reservebank. En de manager is nog altijd Pep Guardiola. Ik heb Jurgen Klopp een keer weggedaan. Pep Guardiola is ook een goede manager. Oké, we zijn dus een beetje verder gegaan in het spel. En we hebben dus een halve dozen players. Een small prime gold pack. Prime gold players pack. Let's go. Het is geopend. Wat krijgen we eruit? Oké, gewoon. Gewoon een rare speler uit, 80 plus. Paredes. Als hoogste, dus ja, let's go. Baco, Antonio, Wood, Marcelo en Eric Garcia zit daarachter. Dus eigenlijk niet echt een top pack. We kunnen nog een goud review pakket doen. We kunnen een goud preview pakket doen. Misschien wat we daar eens gaan pakken. Dat pakken we ook maar een borden uit. Dus. Alleen zelfs geen borden, dat pakken gewoon. Ik vond dat hij uit 78 gereden. Dus dat zijn geen borden, dat is gewoon een rare. Ja. Niks dat. Niet dat we 7,5 kan. 7,5k kan. Krijgen. Oké, het is dus ook zaterdag. Het is 2:30. Ja, we zijn dus nu ben ik thuis van de voetbal. En ik zit dus in de FIFA zoals jullie zien. Mijn squadbelt rewards zijn ready to be claimed. We zijn goud 2 geworden. Ik wou deze week niet echt spelen. Ik had al echt opgegeven met te spelen, dus ja. We hebben wel een token bijgekregen waar we een SBC van kunnen doen. Dus we gaan de SBC snel doen. En dan gaan we verder door naar de rewards. Dus we gaan de swaps doen. We gaan naar swaps gaan. Future Star swaps. En we moeten dus Future Star swaps inleveren. Dus we moeten naar centerback gaan. We moeten gewoon... Quality. Future Star Swap staat er nog niet tussen te zien. Future Star Tokens. Dus gaan we gewoon. Wacht. Acquire date. Newest. Dan gaan we het zo doen.
Dan zullen we wel intussen komen, zeker. Hopelijk zien we ertussen komen. Okocha heb ik nog daarachter gepakt. Mandy heb ik nog daar. Ah, hier staat hem zo. Dus we leveren hem ook in de SBC. Dan hebben we nog eens een rare player pack ook. Untradable natuurlijk. En we hebben dus die SBC voltooid. Dus we hebben dus drie packs dat we hebben. Updating sir, we gaan eerst degene van de rewards open doen. De tradables. Daar krijgen we niks uit. Frans. Ik kan me zelfs niet meer boeien wat ik krijg. Ravio. Zo van wel decent. Dan een Jumbo Premium Gold Pack. Hopelijk krijg je daar een walkoutje uit. Krijg ook je walkoutje uit. Krijg je gewoon. Wie is dat? Oshimen. Oshimen. En Max. Twee duplicates. Je gaat gewoon gekwikseld worden. En dan hebben we nog het Rare Players Pack. Waar we gaan doorgaan. Dan krijgen we zowaar een walkout uit. Rechtsback. Joe Cancelo. Nice. Cancelo krijgen we ook eruit, dus. Ja. En een team van de week. In Azpilicueta, Arthur, Melo. Eigenlijk wel decent dat we eruit krijgen. Is geen compare price. Die gaat ook voor 14k. Voor wat gaat Cancelo? Die gaat ook iets voor een 20k ongeveer. 20k. Als speel ik weet, dat gaat voor 1,5k. Arthur gaat ook voor 1,4, 1,5 ongeveer. Daniel Mo. Die list is te duur. Die wilt niemand, Muslera. Wordt ook te duur gelist. Brand. Wordt ook te duur. Maar we hebben onze packs geopend, dus. Ja, nu gaan we een goud pack openen. Een premium goud preview pakket. Zien of we daar eens gaan krijgen. En krijgen we weer niks uit. We krijgen gewoon links midden. Wie is dat? Alleen nog. Dus we hebben toch een walkout gepakt in de video. Alleen is het geen tradable walkout. Maar een tradable walkout. Dus ja, daarmee wil ik dus de video afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is altijd Dylan. En dus deze video zien jullie voor of nadat de vlog van de skireis online komt. Ik weet nog niet hoe of wat ik mijn vlogs gaan en mijn video's gaan doen, omdat ik nu al heel veel uploads heb gemaakt na de voor de skires. Dus als jullie zien wanneer dat de video online komt, dan zal hij wel online komen. Ik wil jullie guys heel hard bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Bedankt dat jullie zo allemaal zo liefdallig hebben gekeken. Mijn naam is altijd Dylan. En zie jullie guys. Graag in de volgende video terug. Joe.